Juli lijkt voor de kandidaten een slechte maand te worden. Voor de frozen yoghurtwinkel van Greet zouden de Gentse feesten een piekmoment moeten zijn. Maar het slechte weer verpest alles. Als het droog is en iets of wel oké, dus niet te veel wind, dan loopt dat hier, zit dat hier zwart van het volk en loopt er kei van volk rond. Het is gewoon regen jaagt de mensen weg. Ja. Je kan ze geen ongelijk geven. Ik loop zelf ook niet graag in de regen rond. Dus... Geen echte zagen over het weer. Ik probeer dat nog zo weinig mogelijk te doen, maar het weer heeft niet alleen op horeca, maar zeker op frozen yoghurt een enorme invloed. En wat dat eigenlijk topdagen zouden moeten zijn, kan door een dag als vandaag non-stop regen enorm beïnvloed worden. En onze verkoop is een heel pak minder dan dat je op een normale dag draait. Zelfs op gewone zonnige weekdagen draaien we meer dan dat we het vandaag gedraaid hebben. Ja, normaal had dat dikke pakken briefjes moeten zijn, maar dat is dus niet het geval. Maar het wordt beter, ze voorspellen vanaf woensdag beter weer. De zomer is ook de tijd van muziekfestivals. Tijdens de Gentse feesten heeft Greet weinig frozen yoghurt verkocht. Maar het weer is omgeslagen en al haar hoop is nu gevestigd op de festivalgangers van Tomorrowland. In het midden van het zicht, perfecte positie, beter kan niet. Allee, de mensen lopen binnen en kijken gewoon recht naar de Mochi Bar. We staan daar volledig alleen, geen afleiding van naar buiten. Nu gaan we naar de tent gaan op het terrein zelf, daar hebben we ook een foodstand. Maar die stand is een tegenvaller. In plaats van frozen yoghurt staat er sweets en cupcakes boven haar kraam. Dag Wouter, met Greet van Mochi. Hè. Zeg, we hebben de foodstand 8.1 gevonden. En we zijn een beetje zwaar teleurgesteld dat daarop staat sweets en cupcakes. Dus ik ben er eigenlijk heel, heel slecht gezind op. Hoe gaat je mensen naar je stand krijgen als er niet eens de duidelijke titel op staat wat je zegt? Allee, ik vind dat een zware communicatiefout. Ik ben echt meer en meer kwaad aan het worden. Dus dat is een enorme teleurstelling. Greet en haar vriend Jo zijn niet van plan het hierbij te laten. Kan dat vandaag nog veranderd worden? Ja, nu, Wouter, voor ons heeft het geen zin om met een frozen yoghurtstand er te staan. Als er geen frozen yoghurtcommunicatie is, we zijn al een onbekend product, dan zijn we gewoon weg. Dan heeft het voor ons geen zin, dan vertrekken wij. Ja, goed, maar dan wacht ik op een seintje van u, oké? Dan is het eindelijk eens mooi weer. Slechter kon niet, hè? Greet en Jo hebben intussen iemand van de organisatie te pakken gekregen. Hij stelt voor om een bordje met de tekst frozen yoghurt op te hangen. Kunnen we die frozen yoghurt niet over de sweets hangen? Ik wil het hoger en groter dan enkel hier in het klein frozen yoghurt hangen. Dat mag dan ook niet. Dat kan niet, dat mag vandaag zelf niet mooi doen. Dus als wij zelf nog een spandoek kunnen laten maken van die grote, met frozen yoghurt erop? Dan moet hetzelfde layout zijn, dat is allemaal niet... De organisatie is streng op de vormgeving. Alle borden en lettertypes moeten bij elkaar passen. Even bellen. Ja. Bellen dan nog kan. Greet begint meer en meer te vrezen voor de verkoop van morgen. Als je natuurlijk niet communiceert, en het is ook een vrij onbekend product, zeker voor België, voor de buitenlanders minder, maar voor de Belgen wel, ja, dan gaat je volume zodanig naar beneden dat je kunt afvragen, heeft het nog wel zin? Juli was al geen sterke maand voor Greet. Morgen wordt het erop of eronder. Vandaag is D-Day voor Greet. De festivalweide staat afgeladen vol. Maar hoe zit het met de frozen yoghurtstand? Ja, de communicatie is maar gedeeltelijk opgelost. Chance dat we zelf een bord gehad hebben, want ze hadden plechtig beloofd van een frozen yoghurtbord te leveren. Nooit gezien. Dus hier hangt nu ons eigen bord dat wij besteld hebben. Het is kalm bij deze stand, maar er is ook nog de stand bij de ingang. En daar is het alle hens aan dek. Gezien het, hè? Busy. We hebben een ongelooflijk drukke dag gehad vandaag. Omdraaien en dat karretje daar zien staan. Ik vind dat we wel enorm klein en nietig zijn op zo'n groot terrein. Maar het is wel leuk om over heel veel volk daar naartoe te zien komen en dat ze zien aanschuiven en het werkt wel en dat is wel leuk. Morgen is er nog een festivaldag, maar dan heeft Greet een andere afspraak. Morgen is jurymoment. Tijdens de laatste dag van Tomorrowland. Dat is, ik ben er wel kloten, want David Guetta speelt. Ik zou er heel graag naartoe gaan. De
De zomer heeft de kandidaten en de jury nog niet veel goeds opgeleverd. Misschien kan Greet daar verandering in brengen. Dag Greet, goedemiddag. En? Hoe is het? Beetje moe. Hard aan het werken. Dat zal wel. Het is ook wel lastig om nu hier te staan, wetende dat er op dit moment met het mooie weer een winkel in Gent hard aan het draaien is. En twee standen op Tomorrowland heel hard aan het draaien zijn. En nu sta ik hier een beetje verloren te wezen, wetende dat er eigenlijk zoveel mensen druk en hard aan het werken zijn. Nu, de ervaringen die je nu gehad hebt met de Gentse feesten en zo en Tomorrowland ook, hoe beïnvloedt je toekomstige strategie dat? Wat heb je daaruit geleerd gehad? Eruit geleerd dat goed weer een enorme factor is, maar dat wist we al vanaf het begin. Maar toch meer dan dat we gedacht hadden. Ja, absoluut. Toch wil Greet nog altijd voor de winter een tweede shop openen. En daar is de jury het niet mee eens. Het is geen schande om iets trager te gaan, stapje per stapje. En ook het voordeel als ondernemer, ik heb dat zelf ook ervaren, door zelf eens een half jaar echt in uw winkel te staan, hè. Dat is onschatbaar. Je hebt er nu 2 maanden in gestaan. Maar wat gaat dat zijn als je die winter ook echt in je vingers krijgt? Allee. Luister alsjeblieft een beetje. En als je ons alleen wel kunt beloven dat je voor 1 oktober daar geen beslissingen over neemt. Dat is goed, ik zal het voorleggen aan de raad van bestuur. Zeg dat wij het gezegd hebben. Ja, oké. Heel veel succes, Greet. Hij zag dat het goed was. De jury heeft iedereen gesproken. De kandidaten kunnen nu alleen nog bang afwachten. De jury is tot een verdict gekomen. Jullie mogen binnengaan. Greet, jij hebt keihard gewerkt en een mooie omzet gedraaid. Dries en Jury, jullie zijn king of sponsoring. De topstarter van deze maand is 1 van jullie. En het is Greet. Greet heeft deze maand niet alleen heel hard gewerkt, ze heeft ook tegenslagen overwonnen. De jury vindt haar een vechtster en een echte onderneemster. Op het moment dat ik hoor dat de jury de titel laat vallen van topstarter van de maand is Greet, dat is wel een blijde verrassing. Dat is zo even van, oké, juffie, goed bezig.